Goedemorgen iedereen. Ik geef een woordje uitleg over toetsje van Frans. Ik heb helemaal niet de bedoeling om cijfertjes te geven en een rapportje te maken met puntjes en met procentjes. Ik ben jullie al een hele tijd kwijt van 13 maart en ik heb er eigenlijk helemaal geen idee meer van of jullie de woordjes kennen, of je ze kan schrijven, of je mee bent met de leerstof. Dus is het mijn bedoeling om dat een keer te testen, om dat een keer te bekijken. Er zijn nu honderden manieren om mee te bedotten. Je kan je boek erbij nemen, je laat papa of mama invullen, of een grote broer of een zus. Maar je bedot eigenlijk mee niet hoor, je bedot vooral jezelf. Want als je het niet serieus invult, dan stuur je mij een verkeerd signaal. He. Dan stuur je mij een correcte oefening door en dan denk ik van, oh, leerling Pietje die kent dat vrij goed. He. Ik moet me geen zorgen maken. Maar ja, misschien kende je het wel niet. En dat weet ik het niet. Snap je me? Ik wil hier nu niet de grote zaag uithangen. Maar kijk, test je en je vult dat zo goed mogelijk in. Elk op zijn niveau. Goed. Vraagje 1. Moet je zinnen aanvullen. Dus in die kottekes hier ga je gewoon het woordje typen. Check je spelling. Kijk of dat je het goed hebt ingetypt. Ja. Als je al die woordjes hier hebt ingetypt, klik je op het pijltje. Ja. Blijven, het werkwoord. Het is hier de bevelvorm. De derde persoon. Het stond ook in het tekstje. Hier is het bekijken. De commissaris. Il bekijkt. Qu'est-ce que tu portes? Je porte une jupe lang. Je draagt een lange rok. Pas op, jup is vrouwelijk, de vrouwelijke vorm, het is un jup. Ogen, opgelet, je moet de erbij typen, hé. Lidwoord de. Mireille est comment, hoe ziet Mireille eruit? L, A, de, ogen, gri. Vergeet die de niet, want de computer zal het anders fout rekenen. Ros. Les cheveux, meervoud, Mireille a aussi, les cheveux, cheveux, mannelijk of vrouwelijk, mannelijk, un cheveu, meervoud. En slecht, ça va bien, non, ça va, en je vult het woordje in. Vraagje 2. Als je hier op de play toets drukt, hoor je een heel gekende stem. Die gekende stem geeft jou een zinnetje. Jij kan te weten komen hoe haar voornaam is, hoeveel jaar het meisje is, welk jasje ze draagt, kleur van haar haar en nog iets anders over haar haar. Kort of lang, dacht ik. Hoe ga je dat doen? Ja, haar voornaam is, als jij denkt het is Sylvie, sleep je Sylvie naar het kotje. Luister je nog een keer en zeg je, ah nee, het was toch mis, dan zet je het terug. Ja? Aanklikken en slepen naar het hokje. Volgend vraagje. Je gaat weer een gekende stem horen. 1, 2, 3, 4, 5 keer. Je mag het bolletje verbinden met de juiste Nederlandse zin. Dus wat je hoort, verbind je met de Nederlandse zin. Heb je een foutje gemaakt, kan je dat weer wegkrijgen. Dus. Telkens je verbetert het een andere plaats geeft,
verdwijnt je eerste mogelijke oplossing. Vraag 4. Deze gekende man gaan we de delen van zijn gezicht aanduiden. Je kiest uit een neus, een oor, een oog, de haren. Het letwoord, kinderen, moet erbij. En de letwoorden heb je van mij cadeau gekregen. Dus hier neus, een, jij vertaalt neus. Hij tikt het hierin bij die een. We beginnen met een en dan neus in het Frans. Ja? Als je daarmee klaar bent, klik je op verzenden. En als het goed is, moet je eerst je naam invullen. Ik kijk dan nog even naar. Ja, je naam invullen en inklikken op verzenden. Allee, succes!